Vandaag was een prachtige, mooie, nieuwe en zonnige dag aan boord van de Pontresina, zeker het korps Schiedam. En wat doe je natuurlijk als het mooi weer is? Natuurlijk, dan ga jij het water in. Dus op, zwembroek aan en lekker gaan zwemmen. Oh ja, en om nog een beetje nautisch te maken dachten we dat het leuk was om voor de verandering een keertje een fletje te gaan keren. Want ja, je moet ook weten wat je moet doen als het echt een keer overkomt. Nou ja, ik kan eens ervaring vertellen. Ik ben een keer omgeslagen met een zeilflat tijdens het zeilen. Maar voor nu was het gewoon allemaal om te oefenen. Dus we konden gewoon rustig de flat omslaan en rustig de flat weer recht overeind zetten. Zo weten de kadetten dus ook wat ze moeten doen. Verder zijn we vandaag ook nog naar Vlaardingen geweest. Om op bezoek te gaan bij ons collega-korps, Zekerkorps Vlaardingen. Want daar was op dat moment het Haring en Bierfestival. Want ja, wat is er meer Vlaardings dan haringen en bier? Dus we zijn met onze nijverheid daar lekker heen gevaren. Nadat de flat weer helemaal leeg gepompt was en weer recht overeind lag en keurig netjes opgeborgen was. Lukt om met tweeën dit toch? Ja, doorduwen dan! En nou goed afspreken wie erin gaat klimmen, houdt de andere tegen. Of tegelijk, dat kan ook. Ik zie jullie wel weer wanneer die leeg is, hè?
En dat was de dag van vandaag alweer. Prachtige dag en ik denk dat de kadetten heerlijk moe zijn geworden na vandaag. Oh ja, en volgende week staat er ook weer iets leuks op de planning. Maar dat zien jullie volgende week wel. Dus vergeet niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En tot volgende week. Oh ja, en waar je ons natuurlijk nog veel blijer mee maakt, is je gewoon een keertje langskomt natuurlijk bij ons op boord. Gewoon voor de gezelligheid.